Ja? 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 Ja! 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 De hele zomervakantie nemen kinderen uit het koren tegen elkaar op in de spannendste, snelste en smerigste challenges die voorbij komen. Dit is Vakantie in de Studio. Ben op vakantie, vakantie, vakantie in de studio. De vibe in de studio, die zit er lekker in. Jij thuis, zorg ervoor dat je je goed insmeert en ga een beetje buiten spelen, chill in de zon, maar niet nu. Vandaag gaan weer twee teams uit het Kinderen voor Kinderenkoor tegen elkaar strijden. Aan deze kant heb ik Abel en Lana. Aan de andere kant heb ik Nora en Deliano. Je vindt Abel op het schoolplein vaak met zijn vrienden, want hij houdt heel erg van grappen maken. Hij kan goed tegen zijn verlies, maar geldt dat ook als de vieze emmer op het spel staat? Nee, dat niet. Onze slimme Lana zoekt graag uit hoe dingen in elkaar zitten. Techniek is dus niks voor niks haar favoriete vak. In het volgende team heb ik twee strijders. Lekkere dingen bakken met haar moeder of een potje voetballen met haar vader en broertje. Met haar doorzettingsvermogen maakt ze het iedereen moeilijk om een spelletje van haar te winnen. Naast Nora staat Deliano. En Deliano wil altijd winnen. Zijn verborgen talent is zo goed verborgen dat hij zelf nog niet eens weet wat het is. Maar misschien gaan we daar vandaag wel achter komen. Jongens, water zorgt vaak voor verkoeling, vooral op zo'n lekkere zomerse dag. Maar vandaag zal het heel wat stress gaan opleveren. We gaan namelijk een challenge doen waarin water centraal staat, maar ik heb ook jullie kennis nodig. We gaan namelijk een kennisquiz doen over de kinderen uit het koor. Oké, dus één teamgenoot staat hier en de ander teamgenoot staat hier. Ready voor als er een vraag goed wordt beantwoord. Als er een vraag goed wordt beantwoord, vul je je gieter met water. Ren je naar de overkant, vul je de vaas en ren je terug. En het team dat de vaas als eerste gevuld heeft tot de rand, wint de challenge. Oké. Dan is er natuurlijk wel een obstakel. Deze gieters hebben gaatjes aan de onderkant. Nee. En als je zometeen op de baan loopt, mag je alleen op de witte blokjes lopen. Nee, serieus? En als je zeg maar niet op de witte blokjes loopt, dan moet je terug. En je gieter lekt, dus dat moet je snel doen. En we zijn er nog niet, we zijn er nog niet. Er is één team dat het doet met wc-rollen onder de hand, dus zeg maar zo. Er is één team dat het doet met een zonnebril waarvan één oog blind is. Ik hoor heel veel verdrietige geluiden. Oké, jongens, we gaan beginnen met een beginnersvraag. Degene die die vraag goed heeft, mag uitkiezen welke belemmering hij gaat gebruiken in de race. De hoofdstad van Nederland is natuurlijk Amsterdam. Precies. Veel mensen uit het buitenland bezoeken Amsterdam. Hoeveel toeristen bezochten Amsterdam in 2019? Zet hoog in. Dat is het enige wat ik zeg. Wacht, ik heb... Keer je bordjes om. Oké. En hier hebben we... Oké. Het goede antwoord is 22 miljoen. Hoe dan? Hoe dan? Crazy. Jongens. Kiezen jullie de wc-rollen of kiezen jullie de bril? Deliano, jij kiest officieel voor de wc-rollen. Ik zou zeggen, pak de zonnebril. Dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Van wie is basketbal de favoriete sport? Is dat A, Deliano, B, Jadidja of C, Naut? Jadidja. En dat is goed! Bam! Yes, Abel, je gaat lekker. Freggle is zijn bijnaam. Heb ik het over A, Lee, B, Naut of C, Nova? Naut. Dat klopt. Yes.
Vullen, 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 vullen. Van wie is Zwitserland zijn of haar favoriete vakantieland? A. Zera, B. Linde of C. Lana? Ik denk Linde. Dat is goed. Yes! Oh, op wit, op wit, op wit. Ja, 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 ja. Oké, dames, jullie zijn op dreef. Jullie zijn op dreef. Jullie zijn op tempo. Wiens favoriete liedje is Reis mee? A. Inka, B. Caitlin of C. Janna? Deze kant. Inka. Fout. Caitlin. Ja, dat klopt. Yes! Daar gaat hij, daar gaat hij. Hij is nog niet helemaal vol. Zij voelt zich thuis in Spanje omdat het lekker weer is en omdat het een mooi land is. Weet al. Oké, A. Sierra, B. Mila of C. Feline? Ja, ik hou ook van Spanje, dus ik dacht mezelf. Oh. Ja, ik denk Sierra. Dat klopt. Blijf op de witte tegels. Alle beetjes stellen. We gaan nek aan nek. Put your game mask on, want het wordt nu echt serieus. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ja. Nee, ja, nee, ja, nee. Ja? 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 Het liefste eet ze lasagne, zalm van haar oma. Praat ik over Linde, Feline of Jady Joy? Ik denk Feline. Dat is goed. Yes! Yes. Lukt het een beetje met die wc-rol? Ja? Bij wie begint het hele gezin met de letter M? A. Marissa, B. Mila of C. Nafin? A. Marissa. Ja, dat klopt. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Nee, ik wil echt niet onder die M. Oh. Ja, je begint nu een beetje te voelen wat er op je misschien te wachten staat. Oeh, spannend! Wie lacht het hardste om de aanstekelijke lach van haar zusje? A. Zera, B. Fayen of C. Janna? Wat was ik moet het? Ja. Zera, Fayen of Janna? Ja, dat klopt. Ja! Maar wacht, misschien kunnen jullie nog winnen. Ik heb al die druppels nodig. Gaat die vol, gaat die vol. Ik dacht echt dat jullie er waren. Zo druk de hele tijd. Wie neemt zijn grote knuffelbeer mee naar een onbewoond eiland? Felin, Linde of heb ik het over Jadija? Jadija. Dat is fout. Felin. Dat klopt. Ja! Gaat Amel het redden deze ronde? En we hebben een winnaar! Hoe voelen jullie je, jongens? Blij. En aan deze kant. Ik wil niet. Weten we nog wat? Nee. Ja, alsjeblieft. Nee. Ja. Jongens, vonden jullie het wel leuk? Ja. Ja? Ja. 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 Oké, okay, hey, Nora, maak je klaar voor die emmer. Dat komt helemaal goed. Komt-ie! Ik heb het koor weer ietsjes beter leren kennen en hier in de studio is het echt een spetterboel. Dat ga ik zo meteen allemaal schoonmaken, maar heb jij de letter gespot? Hou vooral onze Instagram in de gaten, check nog even alle afleveringen voor de letters en dan zie ik jou de volgende keer. Doei!